Een video over het gebruik van de polsen in een puttingstrook. Dat is een gevaarlijke video, maar ik ga toch eens even mijn gedachten met je delen. Want wat doen die polsen nu eigenlijk in een puttingstrook? En laat ik beginnen met te zeggen dat ik niet pretendeer dat een puttingstrook gebaseerd moet zijn op polsactie. Nee, integendeel. Ik wil juist hebben dat je goed gecoördineerd vanuit je romp beweegt. Maar die polsen, die zijn complementair aan die beweging. Als metafoor, gooi maar eens een propje papier naar een prullenbak. Of gooi maar eens een dartpijltje in een dartbord. Maar doe dat ook maar eens met een bewustwording van een stijve pols. Dan zul je al merken dat het gevoel, en wellicht ook die precisie, niet zo precies en goed op gevoel zijn als wanneer je die pols toelaat. En dat geldt ook voor een puttingstrook. Of misschien een ander voorbeeld, zet je handtekening op een vel papier. Doe dat 6 keer en die lijken op elkaar. En zet die 7e keer een handtekening op papier zonder die pols te gebruiken. En je zult al zien dat die 7e er absoluut niet op lijkt. Dus dit zijn eigenlijk keurige metaforen om aan te tonen dat die polsen een enorm belangrijke functie hebben voor precisie, maar ook voor het gevoel. Nou, om dat aan te tonen ga ik Hackmotion gebruiken. Een apparaatje wat ik in mijn studio heb om te laten zien welke bewegingen de polsen allemaal maken. En ik ga me even beperken tot deze beweging. We noemen dat in termen de flexie en de extensie. Wat doet dat polsgewricht nou in een puttingstrook? Het scenario. Een meterput, een 4-meterput en een 10-meterput. Met de Tomcat pingputter. Ik heb bewust deze putter gekozen. Een grote, robuuste kop. Stabiel, zwaar, face balanced. Dus als er al een putter is die mij ondersteunt in stabiliteit en polsgewricht, dan zou het deze putter moeten zijn. We gaan beginnen. Nou, de iPad staat live. Ik zwaai naar jullie, ik zwaai naar mezelf. En we gaan dus beginnen met een put op een meter. Nou, die put rolde keurig door de hol. En als ik nou ga kijken naar de data, dan zie ik dat mijn pols startte in een stand van 20 graden. In de top van de backswing 18 graden, en dan overdrijf ik een beetje. En op impact bewoog ik weer terug naar die 20 graden, zelfs 21 graden. Dus het verschil tussen de start en de impact is een graad. Het verschil tussen de start en de top van de backswing is 2 graden. Dus we zien hier al in die beweging dat die pols een ondersteunende functie had. En daarbij rolde die bal nog steeds keurig door de hol heen. Nou, dan ga ik kijken wat er gebeurt bij een wat langere put, 4 meter. Nou, de bal rolt weer keurig door de hol heen. En als ik nu naar die data ga kijken, dan zie ik zelfs het verschil tussen de startstand en de top van de backswing 5 graden zijn, van 23 naar 18. Terug naar impact kom ik niet helemaal voldoende terug, 20 graden, maar toch vertrok die bal op het doel en toch rolt de bal met de juiste snelheid richting de hol, in de hol in dit geval. Dus ondanks dat daar beweging zat en die beweging niet perfect teruggecoördineerd werd, ik voelde de beweging, ik weet dat de beweging er is, toch is het resultaat goed. Ik maak me niet meer druk. Het gaat maar om één ding, die bal in het doel. En nu gaan we naar die lange put, naar die 10 meter. Nou, ik zie ook weer terug, bal rolt, wauw, door de hol heen, eindigt ongeveer een metertje erachter. Ik ben tevreden. En als ik nu ga kijken naar die posities, dan start ik in een 21 graden stand. 21, dus dat is vrij gelijk aan de andere startstanden. In de top zit ik zelfs op 14, dus die pols maakt een knik van 7 graden naar de top van de backswing, daar naartoe. En op impact kom ik onvoldoende terug. Ik kom niet terug naar die 21 graden, maar toch rolt die bal goed gericht naar het doel. Dus ook hier zien we weer dat die polsactie gewoon belangrijk is om dat verfijnde gevoel in die puttingstrook te leggen. Wat voor conclusies zou je nou moeten trekken uit deze video? Nou, ten eerste,
materiaalkeuze. Iedereen denkt, oh, dikke grips, polsen eruit. Ja, denk er nog maar eens over na. Wil jij wel met zo'n boomstam van een grip die polsen eruit halen? Mijn voorkeur heeft het niet. En als ik ga kijken naar de meeste putters, hè, ze worden weer geleverd met een traditionele grip. Een oefening, een drill, moet je altijd gaan trainen met zo'n balletje tussen de pols. Hè, moet je bezig zijn om alsmaar te werken aan polsstabiliteit? Nee. Het is een goede drill, het is een goede oefening om te accentueren. Hè, polsen wat stabieler. Hè, accentueer wat doet het lichaam. Maar het mag nooit een doel zijn om die polsen er helemaal uit te krijgen. En mocht je dan toch twijfelen of je niet te excessief beweegt met die polsen, nou, dan pak ik altijd die drill terug van het poortje. We leggen een bal neer, we hebben een poortje, we spelen die bal. En ja, hij rolt erdoor, dus dan weet ik, mijn blad stond op impact recht. Dus enige actie van de polsen, nou, ik zou het nog sterker willen uitdrukken, durf die polsen een functie te geven. Natuurlijk niet te excessief, zoals ik nu laat zien. Maar een beweging, een putbeweging, is een beweging gecoördineerd vanuit de romp. Gecoördineerd vanuit de romp, waarbij de polsen zeer zeker complementair moeten zijn. En een kleine flow laten zien in die flexie-extensie vlak. Nou, ga er je voordeel mee doen. Twijfel niet te veel als je op enig moment voelt dat die pols bewoog, maar dat die bal toch goed eindigt. So be it. Succes dit seizoen.